We hebben vandaag op de Goede Doedenmarkt kinderen ervan op de hoogte gebracht waar Philanthropy Connection zich voor inzet. En wat ze precies allemaal doen voor de kinderen van de school. En ja, ik heb vandaag ook mijn eigen ervaring gedeeld, wat ik zelf van de stichting vind. En wat mijn connectie is met Thailand bijvoorbeeld. Philanthropy Connection zegt eigenlijk heel veel waarde aan de input van de lokale bevolking. Dus uiteindelijk hun doel om deze mensen zelf in kracht te stellen, om verder te ontwikkelen. En de projecten die Philanthropy Connection support zijn eigenlijk een opstapje naar verdere ontwikkeling van de gemeenschap. Ze doen zo ontzettend veel, weet je, het is en soms toch ook acute noodledigen, dus voedselhulp of dergelijke. Maar het mooiste vind ik toch wel de langere termijn, vooral educatieve projecten die ze hebben. Want daarmee geven ze echt heel veel jonge mensen die dachten toekomstloos te zijn, gewoon weer perspectief op een volwaardiger leven, om invulling te geven aan hun leven. Ik vind het belangrijk dat jongeren zich inzetten voor de organisatie, omdat het hun inzicht geeft in de kansen die zij eigenlijk in het Westen hebben en dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Ja, ik vond van vandaag echt een hele leuke dag. Ik vond dat de kinderen heel erg enthousiast waren. Stelden ook echt gerichte vragen over de stichting. Dus daar hebben we echt veel over kunnen vertellen ook. Ja, ze waren super aandachtig aan het kijken. Dus dat vond ik heel erg leuk.